Hallo kijkers van IMT, vandaag ben ik een nieuwe aflevering voor Rollercoaster Tycoon 3. We gaan eens even kijken wat we daar nog moeten doen. We moeten nog 300 bezoekers minimaal hebben. Nou, dan komt zo meteen zelf met de advertenties. Minimaal 450 aftelosse lening heb ik al gedaan. En minimaal 600 bezoekers en totale maand komen van 700 met baanlengte van 250 meter en extra 8 maandje erbij. Nou, laat ik het eerst maar snel doen. Hoe lang is deze? Ja, dat gewoon maar kant-en-klare pakken. Is a lot easier. And better. Oké, laten we dezelfde hoogte doorbouwen. Zien we wel wat het schip gaat stranden. Oké, even kijken. Ah, ook een beste camerapositie. En dan doen we hier weer. Mooi. Nee, zo. Dan gaan we rechtdoor. Eentje er mooi ergens bij. Eentje verder naar beneden. En doen we zo. Dat moet precies passen als het goed is. Nou, eens kijken hoe deze achtbaan van binnen eruit. Van binnen. In-ride eruit ziet. We kijken hoe simpel. Gewoon hele simpele materials er overheen. Oh ja, natuurlijk takelliftje. Ik wil ze even iets harder zetten. Oh, dat kan dus niet. Nou, weet je, dus ik geloof hem wel op zich. Gewoon gamerspeed even wat hoger zetten. Op zijn minst nodig. Maar die 300 bezoekers moet ik nu wel heel snel kunnen halen, als het goed is. Nog 20 stuks. En dan is het zover. Kijk, hoe lang is deze? Ik hoop echt wel dat deze langer is dan... snelheid... Lang zat. Een paar meer karretjes erop gooien. Oh my god. Nee, ik ga niet vertellen dat het zo moet, hè. 3 karretjes. Nou, dit staat maar niet anders. Prijs in euro vind ik wel heel erg laag. 2,50. Is duurzaam. Oké, even kijken. Hé, hey, we hebben 300 mensen. Minimaal 1 maand. Oh god, wanneer hebben we dat gehaald? Dus waar komen mensen eigenlijk überhaupt binnen? Oh, helemaal daarachter. Jesus Christ, dat moet die eind lopen. Geen pokken eind. Ik moet even snel een nieuwe attractie neer dumpen. Loop daar, loop. Ik had trouwens iets kleiner verwacht, loop die loop. Ik dacht van, oh, het zal een klein attractietje zijn. Lekker simpel, easy. Oh, wacht, dat is deze. Jee, ik heb geld. Bravo. Oh, 450 bezoekers moet ik nog hebben. Oh, dat heb ik ook zo gehaald. Op zich niet zo heel moeilijk. Maar heel veel mensen die wachtrij kan krijgen, is echt totaal niks aan de hand eigenlijk. Nieuwe campagne. Thuisgift voor ouders of landelijke krant. Je hebt niet genoeg geld. Waarom heb ik dan maar 900? Oh. 2 weekjes. Is deze attractie dan echt zo duur? Ja, nee, valt best wel heel duur. De pirate ship. Die wil ik zo meteen wel heel graag hebben. Maar ik moet echt meer mensen in mijn park hebben. Minimaal 450. Maar ah, daar zit ik al bijna aan. Nog ongeveer 40 mensjes. Nog 42. Dan heb ik het ook gehaald. Andere attracties. Wat? Waarom heb ik dit hier? Wacht even. Kan dit serieus? Nee, dat kan niet. Oké, prachtig. Oh, kijk. Ik heb het al bijna gehaald. Kop, wat een 450. Ja, kijk, hij is al over de 450. Dat is ook zo hartstikke mooi. Maar ik wat meer voedselkraampjes neer donderen. Echt zijn geld waard. Nou, 10 cent omhoog dan. Zo betaal ik niet voor kippenpouten 3. Zo betaal ik niet.
Om het net iets te duur dus. Maar hij draait wel heel veel winst. Dat is precies wat ik dus allemaal moet hebben. Ja, synchroniseer die zooi maar. Maar nieuwe kraampjes over en nergens bij plaatsen. Want kraampjes, dat verdient gewoon echt als een gek geld. Gewoon letterlijk die dingen hier plaatsen. Want anders gewoon mensen het niet kunnen vinden. Dus gewoon niet erbij kunnen. Echt, dat is ernstig, jongen. Van die kraampjes moet ik al het geld binnen zien te krijgen. En openen. En openen. Woehoe. Kijk, ik zit onder de 450. Nee, dat ga je niet menen. Beëindigd. Ik al heel weinig. Geld. Heel erg weinig. In de schoolkrant drukken. 1 weekje. Ik moet die extra mensen weer erbij krijgen. Maar mensen vinden mijn parkwaardering ook niet zo erg goed. Maar wat denken de mensen nou eigenlijk? Gedachten. In een rij. Oké. Ontmoet groep. Server rond. Ga naar daartoe. Waarom zijn jullie ook niet zo happy? Dat wil ik eens even weten. Wat is er aan de hand? Ik heb enorme dorst. In dit park ligt te veel afval. Oké, dus dat is echt het probleem, de afval. Ja, dus. Dat is helemaal niet dus het probleem. Oh ja, op zich moet ik heel erg gek vinden dan. Dat er heel veel afval ligt. Gewoon eens een gebiedje toewijzen. Van. Hier helemaal naartoe. Helemaal hier naar boven. Halen we dit even weg. Even zo. Oh, dit park gaat echt katastrofaal fout, jongen. Ik neem nog maar verhit hier aan. Ik moet even een paar dingen beter zien te krijgen. Opleiding. Hop. Hop. En hop. Zo wat sneller kan rondrennen. Jezus, je hebt misschien gewoon afval. Veeg op dan. Dat is niet voor niets. Die kosten voor jou. Dan moet je het ook even opruimen. Oké, je hebt. Mooi stuk pad wat je mag doen. Dan mag jij dit stukje er nog even bij doen. En dan heb jij alles wat je mag doen. Zetten we jou eens even snel hier neer. Dan mag jij helemaal gaan vegen. Die parkwaardering gaat eerst even omhoog. Dat is even belangrijk. Want anders heeft campagne voeren ook niet heel veel effect. Schoonmaker. Schoonmaker 2. Dus eerst even een hogere opleiding. Dat is even heel erg belangrijk. Zoals je kijkt hoe smerig het hier is, jongen. Holy shit. Ik snap dus wel waarom mensen niet aan het klagen zijn. Dus even een paar extra prullenbakjes plaatsen, denk ik. Ja, dat vind ik echt wel belangrijk. Prullenbakken. Prullenbakken, die moet ik zo meteen gaan aanschaffen. Maar er staat toch over een prullenbak, maar misschien helemaal niet genoeg. Jesus Christ. Waarom zijn die mensen zo vies? Als lukt het letterlijk gewoon op de grond smijten. Doe je thuis toch ook niet? Ja, schijnbaar sommige mensen dus wel, maar... Ik zou het zelf nooit willen. Ik ga steeds aan het schoonmaken. Zo'n zwijnenstal daar. Jezus, moet je zien. De parkwaardering is gewoon echt nul. Parkbeoordeling 14. Afval en braaksel min 600. Kan gewoon bijna niet lager. Jij mag echt wat meer tempo 3 maken, jongen. Jezus.
Arme schoonmaker. Schoonmaker 1. Ik ga echt maar eens even hier mee helpen, joh. Dit is gewoon niet normaal. Dit is gewoon echt niet normaal meer. Ik ga eerst een paar extra prullenbakken neerzetten. Maar dit is gewoon dweilen met de kraan open. Letterlijk en figuurlijk. Echt heel veel meer prullenbakken. Dit is gewoon niet gezond meer. Zoveel afval. Dit is net een vuilnisbelt. Hier is een prullenbak en dan missen ze nog. What the heck? Mensen. Dit is toch niet normaal? Wordt het al hoger? Het is zelfs 0. Het is zelfs gewoon 0. Zo laag heb ik nog nooit een parkbeoordeling gehad. Gewoon echt nog nooit. Hoe ga ik dit oplossen? Hoe? Dit gaat echt katastrofaal fout. Ja, heel fijn met nieuwe attracties. Maar nieuwe attracties heb ik niet. Dus dat je een schoonmaakrobot kan uitvinden. Die echt was ergens heel smerig. Ga je eerst maar eens hier beginnen. Opleiding en opleiding. Prachtig. En dan ga je eerst het dus helemaal goed schoonmaken. Anders heb je gewoon echt een probleem, jongen. Oh ja, ook ingangen kunnen dus smerig worden. OMG. Hoe krijgen mensen dit gewoon voor elkaar, vraag je soms af. Dit doe je toch ook niet. Om er zo'n puinhoop ervan willen maken. Gewoon echt just why. Waarom zou je dit willen? Überhaupt. Gewoon zo smerig te maken. Ik ga jou eerst eens even hier neerzetten. Dit is gewoon niet normaal. Hoe ranzig en smerig. Ik heb niet helemaal de bedoeling dat je die kant op gaat, maar... De bezoekersaantallen worden ook steeds minder. Daar is het echt heel ernstig. Wat je nou al ziet, het wordt al minder. Maak je eerst die onderkap schoon. Wil je eigen pad niet schoonmaken? Ik ga eerst hier schoonmaken. Gewoon echt letterlijk hier. De parkoordeling moet omhoog. Afval en braak nog steeds min 600. Ik heb een HBO-kraampje hebben. Het is gewoon zelfs te duur. Ik moet echt meer geld hebben nu. Ik moet echt een toegangsgeld gaan vragen. En wat geld gaan lenen. Alleen maar om andere dingen op te lossen. Dus toilethokjes. Mensen gewoon te veel willen braken en kotsen. 10 cent. Open. En ook 10 cent. Dat is toch niet normaal. Dat ik echt letterlijk van alles moet inkopen. Op. Open. Wordt het al minder. Parkbeoordeling nog steeds op het allerlaagst. Maar mensen kotsen ook echt aan één stuk. Moet je hier dit pad zien dan? Is toch niet gezond? Alsjeblieft. Maak dit pad echt gewoon even goed en grondig schoon. Kan toch niet? Doe dat thuis ook gewoon zo. Die parkordening is maar eens 1% weer omhoog heb. Dan ben ik al even blij. Oh jee, werk echt verdomme langzaam. Beste toiletten. Nee, dat is een prijs waar je niet net even wil winnen. Totaal niet. Oh, maar het wordt toch schoner. Het parkje wordt toch schoner. Maar alleen de bezoekers zien het alleen nog niet echt. Maar ik ga wel financieel de strop kosten dit.
Dat is één ding wat ik zeker weet. Geveegde paarden gaan gewoon echt veel te hoog. Ik moet even kijken, een nieuwe reclamecampagne starten. Ik heb zoveel heat. Dit moet ik gewoon even snel doen. Hoppa. Ik vlieg gewoon te veel mensen op dit moment. Want ik ben gewoon echt failliet. Waar is deze schoonmaker nu dan? Hey, parkbeoordeling is alweer 2. Dat gaat alweer de positieve kant op. Iets positiever. Even kijken, hoe zit het hier met de paden? Deze paden worden alweer mooi schoon. Even kijken, waar was ik gebleven? Wat? Waarom vliegen jullie? Dat was nooit de afspraak. Kijk, deze paden zijn weer mooi schoon geworden. Kijk, dan weer 17 te worden, de parkwaardering. Hé, maar hier is voor mij wel erg smerig. Waar is die schoonmaker hier, hoort? Dat is iemand schoonmaken. Oké, dat kan dus niet schoon worden. 25 alweer. Oké. Spaar zijn ook mooi schoon. Kijk, hier zie ik nog wat vuil liggen als het goed is. Oh, dat was nachtwat, daar zie ik ook lekker wat van. Nou, dus ik kom maar weg. Kijk. Afval en braak was nog steeds min 600. Oké, hier heb ik dus nog geen schoonmaker voor. Dus echt, dit soort paarden zijn niet meer de nekkosten. Nou, dat weet ik trouwens wel zeker, maar... Kijk, zo... Goed, gaan ze meteen weer verder omhoog. Kijk, alweer 47. Mijn parkbeoordeling nu maar knijtend omhoog gaat. Daar moet ik het echt gewoon voor doen. Om verder echt helemaal voor niets. Ja, dit moet ook even mooi schoon worden. Monteur 1 is lui. Nou, ik wil graag een opleiding. Daar heb ik licht geld niet voor. Ik ga hem een keer waarschuwen. Schoonmaker 5. Waar was jij bezig? Oh ja, hier. Hier was ik dus bezig met jou. Afval wordt het alweer hoger. 212. Kijk, het afval gaat ook weer omlaag. Kijk eens aan, het loont zich. Ik denk wel, knijt dat in het rood. Er zit wel verhit zijn. Maar het park gaat zo meteen wel weer verder beter omhoog. Gaat zo meteen wel weer verder beter omhoog. Goed genederlands. Ja, dat hebben we dus zo. Mag je helemaal die kant op. Geef dit hele stuk erbij. En als het goed is, moet zo meteen de afval en braaksel zo drastisch hard afnemen. Dat er gewoon echt niks meer overblijft. Eerst daar maar even goed schoon. Kijk eens. Een aantal mensen moet ook even terugkomen en dan gaat het pas weer de goede kant op. Min 244. Maar komen hier weer genoeg mensen naar binnen? Dat is mijn punt. Ja, kijk, er komen wel steeds meer mensen. Dus iets positiefs. Waar is schoonmaker 1? Ik ga eerst weer maar bovenaan beginnen. Want dat vind ik echt niet kunnen. Meteen binnenkomt en meteen afval ziet. Min 184. Kijk. Weer redelijk omhoog gekrabbeld. Dat is deze keer starten. Ik wil heel wat meer kinderen krijgen. Want kinderen vinden het vaak niet erg dat het smerig is. Nog min 168.
Even kijken, totaal 555. Totaal aantal bezoekers plus 14. Tevredenheid bezoekers 500. Kippa, mensen kiezen. Ik ben erg misselijk. Ik wil naar huis. Ik heb enorme trek. Dat is misschien iets voor de volgende keer wat we gaan doen. Dus in ieder geval, laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.